Premier De Haene behoudt bij de huidige stand van het onderzoek het volste vertrouwen in zijn vicepremier Elio Di Rupo. De Kamer volgt het advies van de commissie. Di Rupo moet nog niet naar cassatie. Eerst moet het Hof het dossier tegen hem voort onderzoeken. En de Zairese oppositieleider Tshisekedi wil samen met president Mobutu een eind maken aan de strijd in Oost-Zaïre. Goedenavond, dames en heren. Federale premier De Haene heeft vanavond in de Kamer geantwoord op vragen over de zaak Di Rupo. Zoals u weet wordt de PS vicepremier en economieminister sinds vorig weekend genoemd in een zedenzaak met minderjarigen. Het gerecht vroeg maandag om hem daarvoor naar cassatie te verwijzen. Tot nu toe had premier De Haene over de hele zaak het absolute stilzwijgen bewaard. Gezien de stand van de gerechtelijke procedure en de basisprincipes van ons rechtssysteem die ik in herinnering heb gebracht, is het dan ook voorbarig op dit moment, in dit stadium van de procedure, politieke beslissingen te nemen en behoudt hij mijn vertrouwen. In dit stadium betekent dit dat de heer Di Rupo mij gezicht geeft te betreuren dat dat dit dossier op die manier ter tafel komt en ontkent hij de beschuldigingen die hem, tegen hem worden ingebracht. Hij heeft mij bij brief bevestigd dat hij zijn ministeriële functies ten volle kan vervullen. Straks meer over de uitleg van De Haene. Die kwam er na de beslissing van de Kamer om vicepremier Di Rupo voorlopig niet naar cassatie te verwijzen. Het Hof van Cassatie mag het dossier tegen hem wel voort onderzoeken. En over 2 weken moet dan opnieuw over Di Rupo's doorverwijzing worden beslist. Er is dus gekozen voor de zogenaamde derde weg, zoals een speciale commissie die had geadviseerd. De discussie in de Kamer gebeurde achter gesloten deuren en duurde ruim een uur. Nadat de bijzondere Kamercommissie zich de voorbije nacht al over de zaak Di Rupo had gebogen, was het vanmiddag de beurt aan de voltallige Kamer. Er was opnieuw veel pers uit binnen- en buitenland komen opdagen, maar de Kamer verkoos de discretie. Met uitzondering van de leden van de Kamer nodig ik iedereen uit de zaal en de galerijen te verlaten. Pers en publiek moesten dus buiten. En de deuren die toegang verlenen tot het halfrond gingen dicht. De Kamerleden konden zich in een geheime stemming in eer en geweten over het advies van de commissie uitspreken. Na ongeveer een dik uur vergaderen was het resultaat bekend. De Kamer keurt met 103 tegen 20 stemmen de aanbeveling van de bijzondere commissie met betrekking tot de heer Di Rupo goed. Daardoor kan het Hof van Cassatie de zaak Di Rupo verder uitspitten. Het Hof krijgt daarvoor de tijd tot 9 december. En dan moet duidelijk zijn of Elio Di Rupo al dan niet in staat van beschuldiging moet worden gesteld. Zoals gezegd is de Kamer de bijzondere commissie gevolgd die over de zaak was opgericht. Die commissie had gisteren en afgelopen nacht 16 uur nodig om tot het advies voor de derde weg te komen. Niet iedereen was er blijkbaar van overtuigd dat het gerechtelijk pedofilie-dossier waarin Di Rupo wordt genoemd even mager is als gisteren in eerste reacties werd meegedeeld. Het werd midden in de nacht voor de commissieleden het eens raakten. Het is voor de wetstraatpers een lange nacht geworden. Het was onder meer wachten op vicepremier Di Rupo, maar die heeft zich niet laten zien. Pas rond een uur of 10 eigenlijk is de bijzondere commissie de discussie begonnen. En om 2:30 was het zover. De bijzondere commissie besluit bijgevolg de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan te bevelen te concluderen een algemene informatie- en onderzoeksopdracht aan het Hof van Cassatie te verlenen. Procureur-generaal Liekendaal van Cassatie moet tegen 9 december over dat onderzoek een verslag maken. En zal nader aangeven of er naar haar mening al dan niet voldoende aanwijzingen bestaan om de inleiding van een procedure van inbeschuldigingstelling te rechtvaardigen. Want volgens de meerderheid zou nu met dat magere dossier een inbeschuldigingstelling een te zware sanctie zijn. Het is toch evident dat wanneer wij een dossier krijgen op basis waarvan het niet duidelijk is of de gegevens die daarin voorkomen, of deze gegevens al of niet overeenstemmen met de waarheid, dat wij vragen aan het Hof van Cassatie om ons daaromtrent te informeren, zodat wij dan precies de publieke opinie kunnen informeren en kunnen zeggen zo is het of zo is het niet geweest. Het is natuurlijk zo dat dit dossier in een preliminair stadium staat. Het gaat inderdaad om één verklaring en de procureur-generaal
ook van Brussel, heeft helemaal niet weggestoken dat het maar een verklaring is en dat alle onderzoeksdata nog moeten gesteld worden. Alleen de wet laat hem niet toe om nu verder te onderzoeken zonder de toelating van de Kamer. Dat is de wet en ik kan daar ook niet aan doen. Ik heb hem niet uitgevonden. En daarom blijft het Blok als enige nee zeggen, al vindt ook Annemans dat die wet moet worden gewijzigd. De VLD blijft erbij dat er aanwijzingen zijn, maar heeft finaal met de meerderheid meegestemd, kennelijk vanuit het idee dat de aantijgingen wel eens verzonnen kunnen zijn. Ik mag er niet aan denken, meneer Brakke, dat het geval zou zijn. En indien dat zo is, dan moeten wij daar ook als parlement, als democratische instelling, zeer hard en zeer scherp op reageren. Dan kan dat ook niet zo blijven. Dan vind ik dat de betrokkenen alle rechtsmiddelen moeten aanwenden die daarvoor openstaan. Vannacht ging ook het gerucht dat premier De Hane die derde weg per se wou doordrukken. Er is geen discussie tussen meerderheid of oppositie geweest. De discussie ging tussen de verschillende leden van de commissie die in eer en geweten een beslissing is genomen. Er is geen enkele druk geweest van om het even wie. Wel is bevestigd dat procureur-generaal Van Oudenhoven maar één getuigenis heeft en hij heeft ook gezegd... Dat de aangewezen formule is de... informatie en onderzoeksopdracht toe te vertrouwen aan het Hof van Cassatie, wat dus gebeurd is. Is het toch niet cynisch, zeker voor u als Limburger, meneer Van Veldhoven, dat Willy Klaas vorig jaar wel is doorverwezen naar Cassatie, omdat hij wellicht niet meer nuttig was voor de regeringscoalitie toen? Wel, ik denk niet dat aan de basis heeft gelegen van de beslissing die toen genomen is. Ik heb de indruk dat, mocht vandaag het geval Klaas opnieuw in de Kamer aan de orde komen, dat wellicht ook de derde weg wel eens zou kunnen gekozen zijn. Opnieuw dan de vragen aan De Hane. U hoorde in het begin al een stuk van een antwoord van de premier. Vooral de oppositie had de voorbije dagen geëist dat vicepremier Di Rupo al dan niet tijdelijk zou opstappen. De Vlaamse liberalen bijvoorbeeld zeggen dat hij zich nu eventueel tijdelijk moet terugtrekken. Na de stemming in de Kamer interpelleerde de oppositie de premier dan ook over de vraag of Di Rupo kan aanblijven. Een minister bouwt mee aan de maatschappij, zei VLD'er De Waal. Hij tekent de rechtsregels uit. Kortom, hij geeft het voorbeeld. Over dat gezag beschikt Di Rupo niet meer. Hij moet misschien tijdelijk weg. VLD is van mening dat vicepremier Di Rupo moet terugtreden. Minstens tijdelijk. Niet omdat hij in de huidige stand van het onderzoek schuldig zou zijn aan strafbare zedenfeiten. Maar eenvoudigweg omdat hij door de beschuldigingen en door de vraag van het gerecht niet langer de integriteit en het moreel gezag heeft die van een minister in functie mag en moet worden verlangd. De schandalen hypothekeren ons werk, dat van de regering en dat van minister Di Rupo, zei Annemie van de Kastelen van de Volksunie. Dit is een generatie van politici die zonder scrupules vasthoudt aan de macht, zei ook chef Tavernier van Agelef. Wij stellen gewoon de vraag die bij vele mensen leeft. Van heeft de minister tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt op een bepaald moment nog het moreel gezag, de veerkracht om inderdaad zich ten volle aan een belangrijke politieke verantwoordelijkheid te wijden. Wij denken eerlijk gezegd van niet. In zijn antwoord zei premier De Hane dat het vermoeden van onschuld het uitgangspunt moet blijven. Daarom mag het onderzoeksgeheim niet worden geschonden. Ik ben er me zeer goed van bewust dat wij op dit ogenblik moeten werken in moeilijke omstandigheden waarbij effectief het vertrouwen, zoals ik hier ook al gesteld heb, in de werking van de instellingen, in de politici grondig geschokt is. Ik denk dat wij hierin niets zullen verbeteren door systematisch aan nestbevuiling te gaan doen. Ik denk dat het ook in niets kan verbeteren indien men niet gecontroleerde informatie, onvolledige informatie, insinuaties als waarheid en bewijs beschouwt en op die basis mensen veroordeelt zonder verdediging voor de rechtbank van de publieke opinie. En daarmee riep premier De Hane op tot wat hij minder lichtzinnigheid noemde. Het gerecht had de Kamer gevraagd om Di Rupo naar Cassatie te verwijzen om hem te kunnen ondervragen over het zedendossier waarin zijn naam was gevallen. Voor ministers is dat de geëikte procedure. Maar eergisteren al was er op gewezen dat er nog een andere mogelijkheid was dan de keus tussen Di Rupo doorverwijzen, waardoor hij ontslag zou moeten nemen, of hem geheel en al vrijpleiten.
Het is die derde weg die het heeft gehaald. Meer uitleg van Gianssens. Het hoogste Belgische gerechtshof moet eens te meer onderzoeken of een Belgisch minister zijn wettelijk boekje al dan niet te buiten is gegaan. Maar eerst moet meer informatie worden gegaard, vindt het parlement. En daar kan cassatie alle kanten mee op. Wat men nu zal doen is de minister ondervragen, eventueel confronteren met getuigen. En dus dat zijn onderzoeksdaden die normaal in een gewoon onderzoek door de onderzoeksrechter worden gedaan. En ik neem aan dat dat nu zal worden gedaan door een raadsheer onderzoeksrechter van het Hof van Cassatie. En dat kan zelfs bij een minister die niet in staat van beschuldiging is gesteld? Ja, dat is in vorige dossiers zo beslist, dus dat zal men hier nu ook zo doen. Cassatie mag dus alle mogelijke onderzoeksdaden stellen. Het werk moet tegen 9 december af zijn. Stel dat dat dossier dan rond is en zwaarwichtig genoeg is, dan moet opnieuw het parlement erbij betrokken worden. Inderdaad. En opnieuw de zaak ten gronde bekijken. Ten gronde bekijken, zich uitspreken over de inbeschuldigingstelling. Het al dan niet doorverwijzen naar cassatie, ditmaal niet meer voor onderzoek, maar werkelijk voor het vonnissen van de minister. Vorig jaar werd ex-minister Willy Klaas wel in beschuldiging gesteld, volgens Van den Wijngaard, ook op basis van een onvolledig dossier. Een verschillende behandeling dus. Kan het te maken hebben met het feit dat Di Rupo nog een minister in functie is? Wel, het is sowieso een politieke beslissing. En dat is de hele vraag of dit wel een gezond systeem is, of men dat niet beter aan het gerecht zou overlaten. En intussen groeien er twijfels omtrent de waarde van de getuigenis tegen Di Rupo, zoals die in het aan het parlement overhandigde dossier staat. Het gaat om het verhaal van één man uit Genk, een man die bekend zou staan om zijn verzinsels. Hij zou een fantast zijn die met zijn verhalen persoonlijk voordeel beoogt. Aan de basis van het dossier tegen Di Rupo ligt een zekere Olivier. Hij is geboren in 1974 en is nu dus 22. Tot voor kort werkte hij in Scholteshof, een van de beste restaurants van het land. Olivier kwam er veel belangrijke mensen tegen en dat deed zijn fantasie op hol slaan. In de homobaas die hij bezocht gaf hij zich uit onder meer voor baron. Om zijn rijke levensstijl te betalen begon hij te stelen. Onder meer bij zijn werkgever Souvereins, de baas van Scholteshof. Voor ons is de zaak zeer duidelijk. Het gaat louter en alleen over wegmaken van een aantal goederen. Voor een belangrijk bedrag waarvoor klachten is neergelegd. En dat is het in feite voor wat meneer Souvereins betreft. Olivier wordt ondervraagd door de onderzoeksrechter en gearresteerd. In de gevangenis zegt hij voor het eerst dat hij een relatie heeft gehad met Di Rupo. Hij wordt in het totaal 4 keer ondervraagd. En het is merkwaardig om te zien hoe hij zelf bij iedere ondervraging jonger wordt op het ogenblik van de feiten en hoe tegelijkertijd zijn beweerde relatie met Di Rupo langer wordt. Bij zijn eerste ondervraging beweert Olivier dat hij 19 was toen hij Di Rupo leerde kennen. Hij zou hem toen alleen hebben gekust. Bij zijn tweede ondervraging beweert hij 17 geweest te zijn en een maand lang een relatie te hebben gehad met de minister. Daarbij zou er seksueel contact geweest zijn. Bij zijn derde ondervraging is zijn leeftijd nog gezakt. Hij zou nu nog maar 15 geweest zijn. Pas hier trouwens is er sprake van een strafbaar feit. En hij zou de vicepremier 9 maanden hebben gekend. Bij zijn vierde ondervraging doet hij er nog een schepje bovenop. Di Rupo zou op verschillende seksfeesten geweest zijn met verschillende minderjarigen. Maar later zegt Olivier dat hij zelf niet op die feestjes was. Zijn ondervragers zouden hem lotsverbetering hebben voorgesteld in ruil voor zijn getuigenis. Het geeft niet echt de indruk dat het gaat om een samenhangend dossier. Maar toch moest het gerecht ermee naar de Kamer. De grondwet schrijft dat voor. En het gerecht wou zeker niet het risico lopen dat het hele onderzoek ongeldig zou worden verklaard. Behalve de zaak Di Rupo is er ook die van Graffé, PSC onderwijsminister in de Franse gemeenschap. Omdat ook hij in een zedenzaak wordt genoemd, is er ook in de Franse gemeenschapsraad een commissie opgericht die moet adviseren over verwijzing naar cassatie. De commissie heeft nog geen beslissing genomen en ondervraagt vanavond Graffé zelf. Jean-Pierre Graffé is net als Elio Di Rupo in opspraak gebracht door de Limburgse getuige die in de gevangenis zit. Maar het dossier tegen de PSC-minister weegt naar verluid zwaarder dan dat tegen Di Rupo. Een commissie van 7 leden van de Franse gemeenschapsraad vergadert sinds vanmorgen over het lot van de Waalse onderwijsminister. Ook hier ligt een vraag voor van het Brussels gerecht om hem te ondervragen over zijn betrokkenheid bij zedenzaken. Procureur-generaal Van Oudenhoven is vanmorgen meer uitleg komen geven over het dossier.
Minister Graffé zelf wordt hier vanavond nog verwacht om te worden gehoord door de speciale commissie. De commissieleden zijn alvast niet te spreken over de lekken in de pers. Quand je vois que le dossier s'étale dans la presse, je me pose des questions non pas sur la presse, mais sur la déontologie d'un certain nombre de personnes qui auraient volé le fond du dossier alors qu'on est dans le secret de l'instruction. Het wordt nu uitkijken of de commissie zich laat inspireren door de zogenaamde derde weg van de collega's in de Kamer. Dan wel of Graffé direct wordt doorverwezen naar cassatie. Een inbeschuldigingsstelling betekent zoveel als een ontslag. De definitieve beslissing wordt niet voor maandag verwacht, omdat ook de Waalse gewestraad in Namen zich nog over de zaak moet uitspreken. En die vergadert pas na het weekend. Op vraag van onderzoeksrechter Langlois van Neuchâteau, die de zaak Dutroux heeft overgenomen van Conrot, is opnieuw gezocht in Dutroux's huis in Marcinelle. Het gaat om het huis waar Sabine en Laetitia zijn bevrijd, waar Anne en Eefje een tijd verbleven en waar Julie en Melissa stierven. Het is niet bekend wat de speurders zochten. Een tiental van hen, één hond en een architect zijn 2 uur lang ter plaatse geweest. Ze zijn vertrokken met een plastic zak, een schoen en een stuk textiel. Daarna is het huis opnieuw verzegeld. Volgens het Rode Kruis blijkt uit luchtfoto's van Oost-Zaïre dat daar nog zeker 800.000 vluchtelingen op de dool zijn. Het gaat om Rwandezen en Burundezen en waarschijnlijk ook Zaïrezen die vanuit de kampen bij Bukavu en Uvira naar het Zaïrese binnenland zijn getrokken. De premier van Zaïre herhaalt dat hij Uvira, Bukavu en Goma op de Tutsi-rebellen zal heroveren. In Zaïre sluiten ze overigens de rangen. Oppositieleider Tshisekedi is in Zuid-Frankrijk president Mobutu gaan opzoeken. Hij pleitte er voor nationale eenheid tegen de gemeenschappelijke vijand. Een ongewoon beeld in de Zuid-Franse villa van de Zaïrese president Mobutu. Zijn eeuwige rival Etienne Tshisekedi komt hem begroeten om de eenheid te smeden tegen de vijand. Mobutu heeft de laatste dagen dikwijls gezegd dat hij na zijn herstel zal terugkeren naar Zaïre, om daar de strijd tegen de vijand in Oost-Zaïre zelf te leiden. Oppositieleider Tshisekedi wil nu zijn bondgenoot zijn. Ce que notre peuple attendait depuis très longtemps, c'est-à-dire en termes de ce que nous appelons réconciliation nationale. In Oost-Zaïre zelf trekken intussen vele honderdduizenden vluchtelingen verder het binnenland in. Daar bestaan nauwelijks beelden van. Het Internationale Rode Kruis heeft het over 800.000 mensen in een straal van 200 kilometer rond Bukavu en Uvira. Het Hoogcommissariaat voor de Vluchtelingen heeft er 700.000 gelokaliseerd op satellietfoto's. Zaïrezen, Burundezen en nog altijd vele Rwandezen. Ze trekken alle richtingen uit. De deelnemers aan de interventiemacht vinden wel dat er iets moet gebeuren, maar wat wordt pas morgen in het Duitse Stuttgart beslist? In het Oost-Zaïrese Goma verblijven nog zo'n 40 Belgen, vooral zakenlui en paters en nonnen. Sommigen van hen willen weg, maar anderen zouden liever blijven. In ieder geval is vertrekken niet zo makkelijk. Een verslag van Katelijne Hermans. Voor de vijfde keer in 2 weken tijd nemen 2 Belgische Ursulinnen afscheid van hun Zaïrese medezusters. Ze hebben er tientallen jaren Zaïre op zitten. Ze willen weg. De situatie is te chaotisch. Maar vertrekken is niet makkelijk. Telkens weer kleeft de grens dicht. Er was geen schriftelijke toelating en telkens werden we teruggestuurd. Vragen ze u meer papier? Wat vragen ze? Ik weet het niet. Deze keer zou het toch moeten lukken. Donc vous pouvez partir. Oui, mais il dit il y a aucune sœur qui peut accompagner parce que il faut le faire très discrètement. Langs onfilmbare sluipwegen raken de Ursulinnen eindelijk weg. Tientallen andere buitenlanders voorlopig niet. Al is er volgens de autoriteiten niets aan de hand. Ils ne sont pas otages ici, madame. Ils ne sont pas otages, ils sont là, ils sont venus à leur propre volonté. S'ils veulent partir, c'est aussi à leur propre volonté. On ne les force personne. Op een grote meeting later legt de militaire commandant urenlang uit dat machtsmisbruik en corruptie tot het verleden behoren. Dat er nieuwe tijden aanbreken. De nieuwe autoriteiten van Goma houden zich op de vlakte. Een vage belofte over vrede en onafhankelijkheid, niet over eten of medicijnen. En precies daarom zitten de inwoners van Goma te wachten. Belgen als André de Leeuw hebben andere reden om ongeduldig te zijn. Hun kantoren zijn geplunderd, hun zaken liggen stil. Opnieuw beginnen is niet makkelijk. Vous allez recommencer?
Moi, ça ne dépend pas de moi. Ça. Nous, on attend la suite des événements maintenant. C'est-à-dire pouvoir importer, vendre, passer les frontières. Ce qui ne nous est pas permis pour le moment. De bevolking van het hoge noorden van Rusland trekt massaal uit het gebied weg. Meer nog dan op andere plaatsen in het land is de economische crisis er moeilijk om dragen en de speciale premies die vroeger werden uitgekeerd om de barre omstandigheden te trotseren zijn afgeschaft. De meeste mensen wonen niet voor hun plezier in temperaturen van min 50 graden. Ook niet in Chukotka, een streek in het verre oosten van Rusland. Stefan Blommaert ging kijken hoe ze daar overleven. Vanuit Moskou is het bijna 10 uur vliegen naar Chukotka. Het toendralandschap lijkt schraal, maar de natuur is prachtig. Verschijnselen zoals deze halo, een zonnereflectie in de ijslucht, doen de bezoeker versteld staan. Hier en daar zijn er stadjes zoals Bilibino. Het werd gebouwd na de ontdekking van goud in de bodem op het einde van de jaren 50. Maar de laatste tijd gaat het bergaf. De voordelen die de mensen hier in de Sovjetperiode genoten zijn verdwenen. En het leven wordt steeds duurder. Dit blikje bier bijvoorbeeld kost 25.000 roebel, ruim 130 frank. In de winkels kan je alles krijgen, maar de bevoorrading moet van ver komen. Тут привозят все из Москвы. Мясо, сыры, йогурты. В основном все из Москвы. Самолеты очень дорого обходятся. Где-то килограмм, если вы поймете, то 25-27 тысяч рублей за доставку 1 килограмма груза. Дорого. Вот поэтому это все накручивается. Дорогие здесь продукты, особенно дорогие. В сравнении с Москвой 2,5 раза дороже. Overal in het stadje staan er huizen leeg. 5 jaar geleden had Bilibino 20.000 inwoners, nu amper nog de helft. Door de moeilijke levensomstandigheden trekken steeds meer mensen weg. Да, уезжают многие. У меня родители тут проработали 20 лет. Вот уехали даже ни с чем. И знакомых тоже много уезжает. Ну тут раньше хоть платили. То есть можно жить было. А сейчас даже в отпуск не могу съездить, потому что цены на билеты выше, чем заработная плата. А еще семья, дети маленькие. То есть плохо сейчас здесь жить. De problemen die zich overal in Rusland voordoen, stellen zich extra scherp in het hoge noorden. De overheid heeft geen geld voor lopende uitgaven, laat staan voor broodnodige investeringen. Lonen worden al maanden niet meer uitbetaald. Rusland zal met geld over de brug moeten komen, wil het zijn noordelijke gebieden voor de toekomst veiligstellen. Opnieuw naar eigen land. In Brussel is de Algerijn Ahmed Zaoui vrijgelaten, veroordeeld voor betrokkenheid bij de terreurgroep GIA. Zaoui had 2 jaar geleden een voorwaardelijke celstraf gekregen en moest dus meteen vrijkomen, maar de overheid hield hem in de cel omdat hij geen verblijfsvergunning had. Zaoui protesteerde onder meer met een hongerstaking. Nu hij vrijkomt, staat hij een maand onder huisarrest. In die tijd moet hij een land vinden dat hem wil opvangen. Het Openbaar Ministerie heeft 7 of 8 jaar celstraf geëist tegen Michel Nioul. Een hoofdverdachte in de zaak Dutroux, die momenteel voor heel andere zaken terecht staat voor de correctionele rechtbank in Brussel. Het gaat onder meer om oplichting en verduistering van ingezameld ontwikkelingsgeld. Alle feiten in de aanklacht deden zich voor in de jaren 80. Toen zamelde Nioul geld in voor ontwikkelingsprojecten, maar volgens het Openbaar Ministerie gebruikte Nioul dat geld voor zichzelf. Daarnaast wordt Nioul ook nog beschuldigd van onder meer frauduleus bankroet en ongedekte cheques. Nioul is een echte oplichter, aldus het Openbaar Ministerie dat een strenge straf eiste, namelijk 7 tot 8 jaar effectieve gevangenisstraf. Wel vroeg de procureur dat de rechtbank zich niet zou laten beïnvloeden door de zaak Dutroux. Het Openbaar Ministerie ontkende overigens dat Nioul ooit was ontsnapt aan een gevangenisstraf door een politieke tussenkomst, iets wat Nioul zelf tijdens een eerdere zitting had verklaard. Voor Marleen de Kokeren, de vriendin van Nioul, die zich onherkenbaar maakte met een sjaal, vroeg de procureur 6 maanden voorwaardelijk. Ook voor 2 andere verdachten werden enkel voorwaardelijke straffen gevraagd.
En dan hebben we nog sportnieuws voor u, maar daarvoor is het woord aan Louis de Pelsmaak. Ja, ik ben er zeker van dat een aantal atleten EPO gebruiken. Dat zegt Vincent Rousseau. Volgens de beste Belgische afstandsloper is de spectaculaire prestatieverbetering van de voorbije anderhalf jaar onnatuurlijk. Daarom moeten er bloedcontroles komen. Rousseau wil daarvoor actie voeren, want de atletiekleiders sluiten de ogen, zegt hij. Bewijzen heb ik niet, zegt Rousseau, maar hij verdenkt wel een aantal van zijn collega's, vooral Afrikanen. Je suspecte quand même très fort quelqu'un comme Ismaël Sgir qui en une année de temps passe de 14-15 au 5000 à 13-13. Ander voorbeeld, tot anderhalf jaar geleden was op de 5 kilometer ooit één atleet onder 13 minuten gekomen. Vorig seizoen alleen waren ze met z'n tienen. Een duizelingwekkende evolutie die het gevolg is van onder meer EPO-gebruik, zegt Rousseau. Daarom moeten er bloedtesten komen. Maar de atletiekleiders sluiten de ogen, aldus Rousseau. Le niveau commercial l'emporte sur le niveau sportif, parce qu'à partir du moment où il y a des contrôles qui sont positifs, au niveau commercial, pour les jeux ou pour quelque événement que ce soit, c'est très mauvais et les sponsors se retirent. Et pour l'instant, on préfère se voiler la face et faire des contrôles qui ne servent à rien. Over het hoe en het wanneer moet hij nog eens nadenken, maar actie zal er in elk geval komen, zegt Rousseau. Je me vois mal dire à un jeune qui veut courir dans le futur, si un jour tu fais les grands meetings, tu vas devoir te doper, comme c'est le cas pour le moment, où beaucoup d'athlètes sont dopés, où beaucoup d'organisateurs de meetings savent qu'il se passe des choses, mais pour l'instant préfèrent se taire. Vertegenwoordigers van vijf sportbonden zijn bij Vlaams minister van Cultuur en Sport Luc Martens ontboden om ervan gedachten te wisselen over het decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar. Dat decreet, dat van kracht wordt op 1 januari 1997, bepaalt dat sportbeoefenaars die jaarlijks minder dan een half miljoen verdienen, voortaan van een vrije transfer kunnen genieten. Het decreet geldt alleen voor het Vlaamse gewest. Uitgerekend vandaag dan heeft de voetbalbond bekendgemaakt dat hij naar het arbitragehof stapt om het decreet aan te vechten. Bovendien worden de clubs aangemoedigd om op vrijwillige basis transfervergoedingen te blijven betalen. De Leuvense professor Blanpin noemt deze houding onwettelijk. Minister Martens geeft nadere uitleg over de bedoelingen van het decreet dat dus op 1 januari officieel van kracht wordt. De voetbalbond heeft de bijeenkomst van vandaag alvast niet afgewacht. De KBVB stapt naar het arbitragehof dat bevoegd is in zaken communautaire geschillen. Wij stappen daarheen omdat wij de mening zijn toegedaan dat de Vlaamse wetgever in dat decreet haar normale bevoegdheid heeft overschreden. Daar waar ze zekere bepalingen heeft neergeschreven in verband met betaalde sportbeoefenaars. Die vallen onder het sociaalrechtelijk statuut en dat is en blijft toch altijd een federale bevoegdheid. Het decreet geldt alleen voor het Vlaamse landsgedeelte. Met andere woorden, Waalse clubs kunnen gratis Vlaamse sporters overnemen. Vlaamse clubs zullen nog altijd een transfersom moeten betalen. Een serieus probleem voor de Unitaire Voetbalbond. We staan in onze federale bond geconfronteerd met het feit dat de Franstaligen weigeren de bepalingen van het Vlaamse decreet over te nemen. Wat dus wil zeggen dat voor de eerste maal in de geschiedenis van een bond men vanaf 1 januari waarschijnlijk een dubbele regeling zal hebben. De voetbalbond wil nu dat de clubs vrijwillig transfervergoedingen blijven betalen. De Leuvense professor Blanpin, specialist arbeidsrecht, heeft dit al onwettelijk genoemd, omdat het decreet transfersommen expliciet verbiedt. En tot zover de sport. Meer duiding bij het nieuws is er straks in het magazine Ter Zake. Is de affaire Di Rupo een tijdbom onder de regering? Kan hij nog rekenen op zijn partijgenoten? Kan de PS zonder Di Rupo? Scientology, een godsdienst of een gevaarlijke secte? In Frankrijk staan 23 leiders terecht. En Ter Zake in het hoge noorden van Rusland. Goudkoorts ontwricht daar een hele regio. Ter Zake om 10 uur op TV2. Nog even zeggen dat het programma Panorama vanavond helemaal gewijd is aan pedofilie. Panorama is om 21:55 op TV1. En dit waren de hoofdpunten. Premier De Hane behoudt bij de huidige stand van het onderzoek het volste vertrouwen in zijn vicepremier Elio Di Rupo. De Kamer volgt het advies van de commissie. Di Rupo moet nog niet naar cassatie. Eerst moet het Hof het dossier tegen hem voort onderzoeken. En de Zaïrese oppositieleider Tshisekedi wil samen met president Mobutu een eind maken aan de strijd in Oost-Zaïre.
Het laatste journaal van de dag krijgt u straks van Johan Tas om 10 voor 11. Maak er nog een heel mooie avond van.